We staan hier vandaag in Terwolde en dat betekent maar één ding. De eerste training van het seizoen staat er op het programma. Een training die begon met een prachtige sfeeractie van Sfeerteam ADHD. En waarbij veel supporters langs de lijn staan om te kijken naar de training. Hier achter mij is de training momenteel in volle gang. Met een selectie met 4 nieuwe aanwinsten, 6 spelers uit de eigen jeugdopleiding en 1 proefspeler. De eerste aanwinst van deze zomer was Jacob Breum. Hij kwam over uit Denemarken. Zometeen spreken we met hem over zijn komst naar Deventer. Jacob, welcome in the Netherlands. Did you have a nice welcome at the club? Yeah, I think so. Met all the guys at the club, met the fans here at the training pitch. So yeah, good first day. Yeah. You just had your first training session. How was it? It was good, nice and easy to get going. So it was good to touch the ball again and be out on the pitch. Yeah. Coming at a very young age to the Netherlands, what attracted you about Go Ahead Eagles and Dutch football? I think Dutch football suits me well. I think I'm a more technical player and therefore I think it suits me well. So I was attracted to coming to this club and do my best. Heard there was a club with a lot of good fans and a good team. The whole thing attracted me to try something new and go abroad. Yeah. You're a new player for most of the fans. Can you describe yourself as a football player? Yeah, I mainly play as a winger and I am 19 years old. I'm a more technical player with passing abilities and dribbling abilities. A technical winger, I will describe myself as. Thank you. Naast Breum trok Go Ahead Eagles ook nog een andere Scandinaviër aan in de vorm van Victor Edvardsen. Hij komt over uit Zweden en ook met hem spraken we over zijn nieuwe avontuur. Victor, welcome in Deventer. You've been here since this week. What is your first impression of Deventer? Very good. The city is a very nice small town and a very good weather also. So I'm very happy to be here. Right. So in 2018 you played in the fourth division of Sweden. Now you have experience in the Conference League. What does that say about you? Oh, I don't know. I take one step every year, so now I'm here and I'm very happy. I like to play football, so when you play, you'll be better. So I hope to be better here also. Yeah. You just had your first training session. How was it? It was good. Meet all the guys here and the staff and always see the fans here. It's amazing, so I'm very happy. Thank you. René, om te beginnen, heb je een fijne vakantie gehad? Ja, zeker. Ja. Vakantietijd is altijd een hele goede tijd. Waar ben je naartoe geweest? We zijn met een deel van de familie naar Egypte geweest, dus daar was het echt zomer. Vandaag eerste training weer gehad, hoe is het om weer terug te zijn? Ja, ook weer lekker. En, we waren al een paar dagen op de club geweest om alle dingen voor te bereiden. Maar als je dan hier naartoe komt om in de wetenschap dat je de eerste veldtraining hebt en je ziet hoeveel mensen erop afkomen, ja, daar word je weer heel blij van. Ja. Bij de eerste training een vrij complete selectie, al 4 aanwinsten. Is daar ook op ingezet om dat voor de eerste training rond te krijgen? Ja, dat streven heb je altijd, alleen of lukt. Ja, dat is altijd maar de vraag. In dit geval is het ons gelukt om een aantal jongens al direct te laten aansluiten. En dat is mooi. Vorig jaar trouwens ook. Alleen toen waren de totale aantallen wat anders. Afgelopen 2 seizoenen goede resultaten gehaald in de Eredivisie. Blijft het doel nog steeds handhaving of wordt het doel bijgesteld? Nee hoor, uiteindelijk zullen we nog weer met heel veel clubs gaan strijden om weer in de Eredivisie te blijven. En hopelijk kunnen we wel ervoor zorgen dat zo snel mogelijk gebeurt, waardoor je dat stabiliseert en uiteindelijk ook daardoor rust creëert om de club. En vandaar kijken we wel verder.